Jij was 9 jaar en ik 7 toen we van de Schotenstraat in Strijp verhuisden naar dit huis in Tongeren. We groeiden hierop, niet bepaald in luxe. Onze moeder had een portemonnee en erg scheutig was ze daar niet mee. Maar ja, als je niet verwend bent, geeft dat later ook weer zijn voordelen. We hadden hier allebei een piepklein kamertje met een bed en een klein bureautje. Onze jongste broer Piet had op de een of andere manier de grootste kamer versierd. Zo'n 10 jaar hebben wij hier gewoond, lief en leed samen gedeeld. Toen je 18 was en je rijbewijs had, kreeg je ook regelmatig de auto van onze pa mee, waar we dan samen gebruik van maakten. Als 16-jarige jongen vertrouwde je mij het stuur al toe. Dat ging meestal goed, maar niet altijd. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Wim begon als stagiair, maar nam al snel de leiding. Hij kon mensen motiveren en enthousiasmeren op een heel gemoedelijke manier. Pa van der Leegte was een techneut puur sang. Hij kon alles met zijn handen maken. Minder commercieel en financieel dan Wim. Bij Wim moest het werk ook iets opbrengen. We maakten toen onder andere huishoudelijke artikelen. Wim was een kei in eieren op trekken. Er was onderling ook altijd competitie. Wim won altijd. Samen met Kees Baasmans moesten we naar een klant in Tilburg. Wim bracht ons daar naartoe en kwam ons ook weer halen. En op de terugweg reden we over de Bosdijk. Wim was toen 20 jaar en zei, op zo'n groot gebouw komen wij met VDL ook nog eens te zitten. We lachten erom en dachten, ja ja, Wimkes wonderlijke droom. We begonnen onze vriendschap als buren en later hebben we zelfs nog een tijdje als vrijgezel samengewoond op de Margrietstraat in Veldhoven. Dat was een bijzondere tijd waarin onze vriendschap verder is verdiept. Dankzij jouw hulp hebben we ons bedrijf Leber kunnen starten. En dankzij mijn uitnodiging om mee te gaan naar de paarden heb je op Napoleon Margriet kunnen veroveren. De vorming van de hoofddirectie was voor velen een mijlpaal en voor mij was het meer een natuurlijk gevolg. Hierdoor kwam er meer structuur in de VDL-groep en we konden op die manier verder groeien. Onze samenwerking is altijd gebaseerd geweest op wederzijds vertrouwen. Daarnaast was er ook voldoende ruimte om een eigen mening te hebben. Het was hard werken, maar we hebben samen ook heel veel gelachen. Samen met eigen wijsheid typeert dit wel de VDL-cultuur. Van der Leegte, na 38 jaar toch nog dat hbo-diploma technische bedrijfskunde. Wat heb jij iets tot stand gebracht, Wim? En wat zijn wij daar trots op. Lang en hard werken, een bedrijf uitgebouwd van ongekende omvang. En die betrokkenheid op deze stad, op onze stad, op onze regio's gebleven. Met de werkgelegenheid, met je voorzitterschap van de EFK, je bestuurslidmaatschap van Brainport, maar ook je ongekende steun voor EVV, de zaalvoetbal, PSV, Concours Hippique en veel meer. Yes,
De Koning Willem I-prijs, de Nationale Ondernemingsprijs, is door het bestuur van de Koning Willem I-stichting voor 2012 in de categorie Groot Bedrijf toegekend aan de onderneming die durft een eigen weg te kiezen en werkgelegenheid schept. Die snel en daadkrachtig reageert op kansen uit de markt. Die innovatie onderdeel heeft gemaakt van het ondernemerschap. En de winnaar is VDL Groep BV. Gefeliciteerd met de overname. Let's celebrate the first mini rolling of a Dutch assembly line. Een van de kinderen in een interview, VDL is eigenlijk papa's vierde kind. En kinderen moet je op een gegeven ogenblik loslaten. En dat heb je met die andere drie al lang gedaan. Maar nu is het na 50 jaar tijd om VDL los te laten. Het is geen afscheid, want je blijft er altijd mee verbonden. Maar je hoeft er niet meer dagelijks voor te zorgen. Wim, ik ben trots op je.